Breda Nu. Je weet het meteen. 31 oktober is het weer Halloween en hier in Boerderij Parkhoeven zijn ze alvast begonnen met griezelen en spoken. Want ze hebben voor de kinderen een vosjacht georganiseerd en wij nemen alvast een kijkje. Wat brengt jullie hier? Eigenlijk wilden ze vandaag gaan midgetkolven. We hebben een Frans vakantiekindje hier voor zijn vakantie. Hij komt al 4 jaar bij ons. En we wilden vandaag iets gaan doen. Toen keken we even op de site en toen zagen we dat hier vanavond een Halloween party was. En toen we hem afgelopen week ophaalden in Frankrijk, toen vroeg hij ons al van is er ergens iets met Halloween, een feest? En toen dachten we nou, dit is helemaal natuurlijk het geschikte moment om vanavond hem mee te nemen. Dus we hebben hem mee naar zolder genomen, de verkleeddoos tevoorschijn gehaald. En dit is het geworden met een beetje bloed en zo. Dus ik denk dat het wel mooi geworden is. Hè? Hij ziet er wel heel eng uit. Ja, u bent mede-organisator van dit hele gebeuren. Kunt u daar iets over vertellen, hoe dit tot stand is gekomen? Nou, we zijn al een aantal jaren hebben wij Halloween georganiseerd. En er is altijd veel enthousiasme voor. En onder onze vrijwilligers, die vinden het ontzettend leuk gewoon om zich te verkleden als vos. En gewoon de kinderen naar de zin te maken. En ja, zoals je ook op de achtergrond hoort, het is heel geheimzinnig en spooky. En sommige kindjes vinden het een beetje eng, maar de meeste kinderen vinden het hartstikke leuk. We krijgen veel complimenten ook van de ouders, dus daar ben ik erg blij mee. We hebben erg hard gewerkt ervoor. Jullie hebben vandaag meegedaan met de vossenjacht, denk ik. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? Of vond je het niet eng? Nee, ze waren banger voor mij dan ik voor hun. Ja, je ziet er wel heel eng uit, maar dan mis je dat niet echt, of wel? Nee. En wat heb je allemaal gezien vandaag? Nou, allemaal mensen die verkleed waren in kostuums en waren gesminkt. Ja. En welke vond je het engst? Die meneer met dat witte en dat witte haar. Doe je de butler? Ja, de butler. Ja? Ik vond die butler ook wel het engst. Breda Nu. Je weet het meteen.